naam is Roy van Dijk. Ik ben 23 jaar. Ik ben geboren in Maartensdijk, dat is een dorpje in de provincie Utrecht. Op mijn 13e ben ik op een gegeven moment naar Bonaire toe verhuisd. Toen heb ik hier op de middelbare school gezeten, 3 jaar. Toen ben ik teruggegaan naar Nederland om te studeren. Ik had niet zo heel erg naar mijn zin op Bonaire vroeger. En uiteindelijk ben ik toch weer teruggekomen op Bonaire. En nu woon ik hier en run ik een bed and breakfast. Ik vond het heel erg om hier naartoe te gaan toen ik net 14 was. Want ik had al een beetje van het leven in Nederland geproefd, dus van de middelbare school daar. Ja, ik kwam hier op school. De lessen werden in Nederlands gegeven, alle lessen. Dus dat was wel fijn op zich. Alleen onderling, de leerlingen praten natuurlijk gewoon Papiaments, want dat is gewoon de lokale taal hier. Ja, ik vind dat ik het heel frustrerend vond dat ik dat niet kon verstaan. Want ja, je wilt natuurlijk meekomen met je leerlingen en of met je medeklasgenoten. Maar dat ging in het begin niet. Toen op een gegeven moment, omdat ik het echt wou leren, heb ik iedere avond woorden uit mijn hoofd geleerd. Dus voor het slapen gaan, woordenlijst uit mijn hoofd te leren. Echt gewoon één stamp als het ware. Op een dag had ik echt zelfvertrouwen gevonden om terug te praten. En toen, sindsdien praat ik het ook. Dus ik heb mijn partner June heb ik in Nederland ontmoet. En we zijn samen hier naar Bonaire toe gekomen. Ik was eigenlijk nog een beetje zoekende in Nederland. Nou, wat wou ik nou eigenlijk met mijn leven? Wat ging ik nou eigenlijk doen? Toen belde mijn vader me in één keer. En die vroeg aan me of ik een bed and breakfast op Bonaire wou draaien. En toen dacht ik, oké, nou, dit komt precies het perfecte moment uit. Dus dat heb ik met beide handen aangegrepen. En toen was het, Juni die kon zijn baan ook zo krijgen. Ik had een baan, toen was het 1 plus 1 is 2. En toen zijn we naar Bonaire gegaan een paar maanden later. Ja, ik vind het belangrijk dat wanneer gasten hier komen, dat ze zich gewoon thuis voelen. Want ik doe alles, ik heb verder geen personeel. Ja, daarnaast maak ik zelf ook de ontbijten. Ontbijten zijn vrij exclusief. Maar ik werk met heel veel vers fruit. Ik maak pannenkoeken, ik maak wafels, ik maak verse smoothies. Heel veel verschillende soorten beleg, kaarsjes, ham. Dus met al het verse fruit, al die kleuren bij elkaar. En als je dat dan gewoon mooi neerlegt, met ander eten erbij, dan wordt het gewoon een heel mooi bolwerkje als het ware. Ik hou van de lokale cultuur, ik hou van de lokale mensen, ik hou van de muziek. Ik ben trots op hetgeen wat ik nu doe. Want dat moet ik wel, want anders kan je denk ik niet vanuit je passie werken. Ik vind het heel fijn om te koken voor mensen. Vaak als ik kook, dan kook ik ook voor meerdere mensen. Ik nodig vaak mensen uit. Dat vind ik heel erg leuk, om mensen bij elkaar te brengen. Dat vind ik vooral heel erg leuk.